Eerst bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel. Heel aardig dat ik hier mag afronden. De hele week, dat vind ik een hele eer. En wat doe ik zoal in mijn dagelijks leven? Ik ben een medisch entomoloog. Dus ik hou mij beroepsmatig bezig met beesten die ziekte overdragen bij de mens. Dat doe ik al 20 jaar met heel veel plezier. En dan kun je zelfs een boterham aan verdienen. Dus dat is heel aardig. En dat doe ik met name vanuit een wetenschappelijke hoek. Dus vanuit onderzoeksmatig dan naar kijken naar die problematiek. En dan krijg je dus van die dingen, dan ga je boeken publiceren. En dit is een heel aardig boek wat ik zelf niet kan lezen, want het is geschreven in het Tsjechisch. Maar ik heb er wel een hoofdstuk over tijgermuggen in staan, dus dat is wel leuk, dit hier. Het gaat over invasieve exoten. Dit boek dat gaat helemaal over invasieve... ik kan alleen niet lezen. Goed. En dan krijg je dit soort boeken. Dit is een boek dat we in 2007 hebben uitgegeven. Dat heet Emerging Pests and Vector-Borne Diseases in Europe. Het gaat over de problematiek van beestjes die binnenkomen in Europa en die ziekte overdragen bij mens en dier. En daar hebben we toen 500 bladzijden over volgeschreven. En dat is leuk, maar dat is niet een aanrader om eens even lekker mee te gaan zitten 's avonds. Want dat is de rauwe kost. Dat is de droge kost. En dus ga je eens nadenken over het schrijven van andere boeken. En dan schrijf ik bijvoorbeeld dit boek. Dit boek heb ik in 2009 geschreven. Is dit jaar de zesde druk van uitgekomen, net nu in juni. En dit is eigenlijk meer geschreven voor 's avonds. Letterlijk voor 's avonds, want 's avonds dan heb je ook de last van de burger. Dus als je een keer wakker ligt, kun je het niet lezen. Even naar het nieuws van de dag. Het nieuws van de dag is deze. Dit is 5 dagen oud. Dat er op Schiphol 3 gele koortsmuggen werden gevangen. En gele koortsmuggen, dat zijn nou precies die muggen die het Zika-virus kunnen overdragen. Dat doen ze op dit moment in Zuid-Amerika, in grote getalen. En plotseling duiken ze weer op, ook in Nederland. Dat was in Schiphol waar 3 muggen werden gevangen. Er is al een onderzoek geweest in 2010 dat liet zien dat alle vliegtuigen die uit de tropen komen, dat 1 op de 3 vliegtuigen die uit Afrika, Azië, Zuid-Amerika landt op Schiphol, heeft exotische muggen in het laadruim dan wel in de cabine. Dus het komt veel voor. Dus we hebben veel insleep van exotische muggen. Maar voor zo'n beest om ze te kunnen vestigen, in Nederland is het natuurlijk een heel ander verhaal. Als zo'n schip, als een vliegtuig aankomt binnen de winter, heb je natuurlijk nergens last van. De muggen gaan meteen dood in de kou. Maar in de zomer, zoals nu, en met veel neerslag in de afgelopen weken, en met klimaatverandering, die linkse hobby waar iedereen het over heeft, veel water, veel stilstaande water, dus ideale omstandigheden ook voor tropische muggen om te kunnen overleven. En als wij dan nu met grote getalen naar landen reizen waar dit soort virussen rond waren, zoals Zika, kun je terugkomen met dat virus onder de leden en dan zou je in principe daar in Schiphol zou je die muggen kunnen infecteren. En die mug die bijt dan de buurvrouw een dag of 10 later en die is zwanger en die is niet op reis geweest en die heeft een grote plek. Dat is een kwestie van kansberekening. Het is allemaal risico-inschatting. Hoe groot is het risico nou daadwerkelijk? En daar zijn we op vrij grote schaal nu mee aan het battelen, aan het struggelen om te kijken van hoe groot dat risico nou daadwerkelijk is. Het speelt op dit moment ongelooflijk heftig in Brazilië bij de Olympische Spelen. En er is nu net ook het nieuws van vandaag. Hij heet Kemar Bailey Cole. Ik had nog nooit van een goede man gehoord, maar dat is blijkbaar een hele goede atleet. Een sprinter die ziekte heeft opgelopen en dus nu net voor de Spelen met zo'n ziekte worstelt. Waarvoor we geen medicijn hebben, waarvoor we geen vaccin hebben. Dus die is daar aan blootgesteld en die moet dus de gevolgen daarvan voorzien. Dit is Rio de Janeiro vandaag de dag. Dus rondom de stadions en rondom het Olympisch dorp, daar wordt in grote getale gespreid door dit soort mannen in gele pakken of witte pakken. Om te proberen om die muggenpopulatie onder controle te krijgen, zodat de atleten die van over de hele wereld straks in het Olympisch dorp zullen zitten, dat die niet het risico lopen op besmetting met Zika. En je kunt je voorstellen, onze, hoe heet ze, schippers? Edith. Niet Edith, maar die andere schippers. Oh, Edith, dat is de schippers. Ken jij, dat is de minister. Maar die andere, hoe heet ze, die atleten? Daphne? Daphne? Daphne Schippers. Je moet je voorstellen dat Daphne 2 dagen voordat ze de 200 meter moet lopen, waar ze gewoon 4 jaar voor getraind heeft, en in één keer met Zika onderuit zou gaan. Dat zou een blamage zijn voor haar natuurlijk, voor Nederland, maar zeker ook voor het gastland, voor Brazilië, als zij dat in één keer daar de ziekte zou opkomen. Dus dat moet voorkomen worden. En dat doet men door dus heel intensief daar nu te spuiten.
ik denk zo beter dat rondom het Olympisch Dom er weinig nog leeft, omdat zes pootjes heeft. Ik denk dat alles daar gewoon onder de laag insecticide aan het verdwijnen is, want men wil dat onder controle. Punt is, daar gaat de hele discussie over, moeten we überhaupt de Olympische Spelen laten doorgaan? Moeten we vanuit landen van over de hele wereld, moeten we mensen bij elkaar laten komen op een plek waar nu een uitbraak van een ziekte is waar tegen we geen medicatie hebben en geen vaccin. Die discussie die is in de afgelopen weken gevoerd en de Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal Olympisch Comité, die moeten zich daarover uitlaten. Gaan we dat wel of gaan we dat niet doen? Nou, uiteindelijk kun je je voorstellen, is deze hele race die is gewonnen door mevrouw Chaan die staat onder ongelooflijk veel druk om die spelen natuurlijk door te laten gaan. Waarom? Er is heel veel poed mee gemoeid geweest in de afgelopen jaren om die stadions te bouwen. Dus als je nu de hele zaak moet aflasten vanwege een mug die rondvliegt, is dat natuurlijk één grote blamage en dat wil men niet. Punt is, er gaan straks 500.000 mensen over heel de wereld, bijna alle landen in de wereld, die gaan allemaal bij elkaar komen in Rio. En in Rio, daar heb je weliswaar dat Olympisch dorp wat goed beschermd zal zijn. Maar die mensen gaan natuurlijk niet alleen naar de Spelen. Als ik naar Brazilië ga, dan ga ik niet alleen in die stadions kijken naar mijn favoriete atleet. Nee, ik ga ook nog eens een keer een reisje hier naartoe maken en ik maak een tripje daar naartoe. Dus die mensen die gaan die stad uit. En die komen dan in gebieden terecht waar ze wel ziek kunnen oplopen. En dan heb je natuurlijk het probleem te pakken. Omdat 4 op de 5 mensen die dan lopen vooruit toe. Moet ik niet doen. Jullie denken van ik ga hier even lekker zitten, maar dat gaan we dus niet doen. We gaan eventjes met z'n allen, ik ga even jullie kennis testen over Zika, het Zika-virus. Even kijken hoe jullie de kranten hebben gelezen in de afgelopen maand. En voor de winnaar, gratis exploiteren. Misschien hebben jullie sommigen van jullie net een klok. Of je kunt een tweede winnen. Hoe gaan we dat doen? We gaan even met z'n allen staan. Goed. En ik ga jullie wat vragen stellen. En Wilfred die mag niet meedoen. Jammer. Stel maar even op. Ik ga jullie vragen stellen. En er zijn een paar dingen die je kunt doen. Je kunt ja antwoorden. Dat is bijvoorbeeld links omhoog. Of nee, dat is rechts omhoog. Of je mag ook één keer een escape nemen. Als je denkt van nou, deze vraag vind ik echt moeilijk. Die ga ik lekker niet beantwoorden. Dus dan mag je een escape nemen. Blijf je gewoon zo staan. En dan skippen we de vraag. Oké, duidelijk? Goed. Nou, vraag nummer 1. Vraag nummer 1 is, werd het Zika-virus voor of na 1950 ontdekt? Zeg je nou, dat was voor 1950, dan is het links. Zeg je dat was na 1950, dan is het rechts. Of je bent een skip. Ik dacht ook, je kunt meteen een skip. Goed. Het juiste antwoord. Ik dacht, het is net voor mij, mensen kunnen het zo zien. Jullie zijn allemaal door. Het was 1947. Heel goed. Dan gaan we naar de volgende vraag. We gaan het een beetje moeilijker maken. Waar werd het Zika-virus voor het eerst ontdekt? Is dat op locatie A of is dat op locatie B? Dat is een beetje aardigskunde ook. Locatie A, dat is dan links omhoog. Locatie B is rechts omhoog. Escape hebben we hier. Rechts. Oeh, we hebben een half verschillende. Goed. Je mag gaan zitten. Rechts gaat zitten. Links blijft staan. Dan heb je ook nog twee over, hè? Wat is dit? Waar is dit? Rwanda ongeveer. Sorry? Rwanda, ik noem het. Ja, Rwanda ligt iets zuidelijk, dat is Oeganda. Dus het Zika-virus is voor het eerst ontdekt in 1947 in het Zika-woud. Dus de naam Zika dat komt ergens van een bos. Een bos in Oeganda waar voor het eerst het virus is gevonden in 1947. Volgende vraag. Goed. Het Zika-virus komt nu alleen voor in Zuid-Amerika. Zeg je ja, dat is zo. Links. Zeg je nee, dat is niet zo. Rechts. Door het tactische escape. Escape, dan mogen jullie alle drie blijven staan. Want het komt namelijk inmiddels voor in meer dan 60 landen. Ja, dus oorspronkelijk in Afrika. En daarna overgewaaid naar Zuid-Azië. Zo zullen we even maar kijken. En nu dus heel heftig in Zuid-Amerika. Wat betekent lichtblauw? Lichtblauw is dat er antilichamen aanwezig zijn bij mensen, maar geen actieve transmissie. Donkerblauw is dat op dit moment de transmissie van het virus is aangekomen. En dan met name dus hier in Zuid-Amerika.
Goed, het Zika-virus maakt 80% van de besmette personen daadwerkelijk ziek. Als ik het virus krijg, dan word ik ook daadwerkelijk ziek. En die ziekte, dat kan zijn conjunctivitis, dus een oogontsteking. Dat kan zijn pijn in de gewrichten, of het kan zijn uitslag op de huid, of het kan zijn een koorts. 80% van de mensen die het virus krijgen, die worden ook daadwerkelijk ziek. Zeg je nee, dat is niet zo. Dan links, zeg je ja, dat is zo. Links. Ik hoop dat het niet waar is. Eén keer een escape. Eén keer een escape. Dus, het juiste antwoord is... Het is sterker, het is precies omgedraaid. Het is maar 20% van de mensen die het virus bij zich heeft, die krijgen daadwerkelijk symptomen. Dus je ziet alleen zo... Als je Zika oploopt, is de kans dat jij symptomen gaat vertonen, is maar 1 op de 5. Dus dat is in principe heel weinig. Het probleem is daardoor dat het virus zich heel makkelijk kan verspreiden. Ook dragers. Met mensen, dragers, want mensen weten niet eens dat ze besmet zijn. Er is nu zelfs één voorbeeld bekend van een koppel in Frankrijk, die wilde IVF, in vitro fertilisatie doen. En dan moet altijd het sperma en het ei moet worden nagecheckt op de aanwezigheid van het virus. En bleek dat ze alle twee besmet waren met dat Zika-virus zonder dat ze het wisten. Dus er lopen een hoop mensen rond die in Zuid-Amerika zijn geweest, Centraal-Amerika, Caribe, hebben het virus opgelopen, maar weten niet eens dat ze besmet zijn geweest. Goed. De volgende vraag is: zoek bloed. Als ik zoet bloed heb, dan ben ik aantrekkelijker voor muggen. Dus dan kan ik een groter risico hebben op besmetting met het Zika-virus. Zoet bloed. Zeg ja, als ik heb zoet bloed, dan ben ik aantrekkelijker. Of nee, ik heb geen zoet bloed, dan rechts. Dus het is stiekem af te kijken. Ja, nee. Wat doet hij? Voor haar is het moeilijker nu, want ze moet nu kiezen van ga ik mee of ga ik tegen. Ja. Ze gaat mee, dat is altijd goed. Het is niet zo dat een hogere suikerspiegel in het bloed maakt jou niet aantrekkelijker voor muggen te bestaan. Puur voorkomen. Het Zika-virus wordt alleen overgedragen door muggen. Zeg je ja, dat is zo. Alleen muggen? Zeg je nee, dat is niet zo. Nog rechts. Je denkt ja en je steekt je rechterhand op. Ja. Oké, dan hebben we een probleem. Kijk, we zijn er altijd mis. Het moeten alle twee gaan zitten. Ja, ja. Er is namelijk ook seksuele overdraagbaarheid. Ja, maar die. Er zijn al 11 gevallen in de Verenigde Staten van seksuele overdraagbaarheid. Er is al een overdraagbaarheid in Frankrijk geweest van iemand die terugkwam, een man die terugkwam uit Brazilië en die infecteert zijn vrouw na de terugkomst. Ik moet wel een winnaar hebben. Dus we blijven nog even staan. De Zika mug, dat is de Aedes aegypti, dat is de Latijnse naam van het beest, komt van oorsprong uit Afrika. Is dat zo, ja of nee? Ja, zeg maar ja of nee. Ja, dat is goed. Hij komt inderdaad uit Afrika. En is door ons Nederlanders eigenlijk de oceaan overgenomen. Toen wij met de slavenhandel bezig waren, hebben wij in West-Afrika de beesten opgepikt. Die zaten in watertonnen, daar broeden ze in. Dus die larven die overleven over de oceaan. We kwamen aan in de Cariben en zo hebben wij die mug daar geïntroduceerd en veroorzaakt namelijk dit grote probleem. De kans dat een kind met microcefalie wordt geboren wanneer een moeder in de eerste 3 maanden van de zwangerschap wordt besmet is 1%. Dus het verhaal van de kinderen die geboren worden met die kleine hoofdjes, hebben we allemaal in de krant gezien. De kans is 1% als de moeder besmet raakt in het eerste trimester van de zwangerschap. Dit is nog niet een verschil. Dus is dat zo? Nee, het antwoord is namelijk, het is meer. Ja, trouwens, hier staat nog steeds 1%. Dat was in de tijd van 1%, dat is een paar maanden geleden. Maar inmiddels is dat al bijgeschroefd naar 13%. Dus het risico op een aandoening, een neurologische aandoening bij het ongeboren kind, is inmiddels 13%. Dus dat is hoger. En dan krijg je dus dit. Dus de nieuwe wereld waarin we nu leven. En we hebben die wereld gehad van waar je malaria kunt oplopen, of je loopt knoppenkoorts op, of je loopt... Chikungunya-virus, dat zijn allemaal virusziekten waar je behoorlijk ziek van kunt worden, maar waar je niet dit resultaat van krijgt. En dit resultaat is het gevolg van 1 muggenbeet. 1 muggenbeet levert dus een kind
wat voor het leven getekend is. Wat gewoon cognitief achtergesteld is. Wat een levensverwachting heeft die ver lager ligt dan normaal. Dus het zijn allemaal dramatische taferelen die zich voltrekken. En inmiddels praten we over meer dan 5000 van dit soort gevallen in Brazilië alleen. Dus dat is echt een dramatische praktijk. Goed. Laatste vraag, en dan hebben we de winnaar. Want jullie krijgen nu de kans om een getal te geven. In hoeveel? Ja, jullie waren alle twee uit. Jullie waren alle twee uit, dus jullie krijgen nu de laatste. De laatste was er rechts en ik had links. De cijfer gewonnen. Heeft hij gewonnen? Als jij dat toe geeft. Ik ben niet zo dankjewel. Mag ik een applausje? Heel goed. Laatste vraag was, in hoeveel van de 50 staten van de Verenigde Staten is inmiddels Zika aangetoond? Zijn mensen teruggekomen met het virus? Wat denkt u? Vijf. Wie durft meer? 25? Nee, 20. 50. Sorry? 15. 15? 30. Juist, het al 46. Ja, bijna allemaal. Yes, en toen ik heb vanochtend de slide moeten aanpassen. De vorige keer dat ik hem had staan was het 91. Het gaat heel hard. Dat kon omdat mensen reizen. Hier zie je een plaatje hierboven. Dit zijn de vier staten waar nog geen geval is aangetoond. Noord- en Zuid-Dakota, Wyoming en Iowa. En de rest is al Zika in mensen aangetoond in iedere andere staat van de VS. Dus het gaat heel hard. Als jullie kijken naar het voorkomen van de muggen, die gele koortsmug die de ziekte kan overdragen. Dan zie je eigenlijk van Californië helemaal door het zuiden van de Verenigde Staten heen. Maar dan helemaal noordwaarts langs de oostkust. En dat is eigenlijk waar het grootste deel van de Amerikaanse bevolking woont. Zie je dus dat die mug voorkomt die dat virus kan overdragen. We hebben nu midden in Central Park in New York. Daar vliegen de muggen rond die Zika kunnen overdragen. Dus het gaat op dit moment heel spannend worden in de VS. Vandaar dat Obama 1,9 miljard dollar heeft vrij willen maken om dit probleem aan te pakken. En hij heeft 1,1 gekregen van Congress. En nu wordt er dus flink gevochten tussen de Republikeinen en de Democraten om genoeg geld vrij te krijgen om het probleem te aanpakken. Goed, eigenlijk, waar komt dat probleem nou vandaan? Hè? Dat probleem is eigenlijk niets meer dan het feit dat wij op een globaliserende planeet leven. En als je kijkt, dit is dan zo 's morgens vroeg, dan vertrekken de vliegtuigen die vertrekken van het oosten vanuit de Verenigde Staten. En die vliegen dan de Atlantische Oceaan over richting Europa. En alleen al als ik praat over Europa, zijn er op dagbasis meer dan 5000 vluchten die 's morgens vroeg opstijgen in Europa. Dus 5000 vluchten met zeg gemiddeld 200 mensen aan boord, met zeg gemiddeld 5 liter bloed per persoon. Dan praat ik over 5 miljoen liter bloed, wordt zich gewoon op 10 kilometer hoogte rondom de aarde bevindt. En in die 5 miljoen liter bloed, daar zitten virussen, daar zitten parasieten, daar zitten wormen. Er zitten allerlei ziekteverwekkers die dus razendsnel op dit moment gewoon de wereld over kunnen gaan. En we kennen al globalisering van handel en van markten. Maar waar we nu tegenaan lopen is globalisering van ziekte. En we hebben het gezien met ebola. We waren ontzettend bang voor ebola. Zal ontsnappen uit West-Afrika. We hebben nu deze virussen. Eigenlijk als ik het verhaal vertel altijd, dan zeg ik dat in de afgelopen 300 jaar zijn er 3 ziekten vanuit Afrika in het westelijk halfrond terechtgekomen. Dat was malaria, gele koorts en knokkelkoorts. Dat duurde 300 jaar eer dat lukte. En in de afgelopen 16 jaar zijn er 3 ziekten bijgekomen. Het chikungunya-virus, het West Nile-virus en nu het Zika-virus. Dus dat geeft een beetje aan hoe snel het op dit moment met die globalisering van ziekte daadwerkelijk gaat. Dat heeft zeker ook met klimaatverandering te maken, maar als je kijkt naar de snelheid waarmee de verplaatsing van ziekteverwekkers gaat, dan is zeker het transport van mens en goederen is eigenlijk een veel grotere factor dan die 1, 2 graden verwarming, opwarming die we krijgen in Nederland. Goed, voorbeeld van Zika dan. Dan even terug naar 1947, toen werd hij voor het eerst gevonden in Oeganda, in Oost-Afrika. Is hij daarna gaan verspreiden door het Afrikaans continent heen. En dat is heel interessant, want de meeste mensen die ziek werden, die krijgen dan koorts. En koorts in Afrika is natuurlijk altijd malaria, op aanzien van malaria. Dus mensen werden waarschijnlijk behandeld tegen malaria, terwijl ze eigenlijk geïnfecteerd waren met het Zika-virus. Dus het Zika-virus kon zich gewoon heel makkelijk blijven verspreiden.
En is daarna in de jaren 60 overgesprongen vanuit Oost-Afrika naar Zuidoost-Azië. En eigenlijk altijd een beetje onder de radar gebleven. Nooit echt een probleem geworden. Tot 2007, toen op het eiland Yap in Micronesië, dat daar in één keer een gigantische uitbraak van het Zika-virus was. Waarschijnlijk wat er toen gebeurd is een mutatie in het virus. Het virus heeft zich veranderd, waardoor het beter kan overleven in het mens en beter kan overleven in de mug, waardoor de overdracht sneller werd, beter werd. Daarna in 2014 terechtgekomen in Frans-Polynesië, Tahiti. En vanuit daar waarschijnlijk terechtgekomen in Brazilië. En het verhaal gaat dat er een roeiwedstrijd was. Dus dat uit Frans-Polynesië gingen een aantal mensen meedoen met een roeiwedstrijd in Brazilië. Hebben het virus onder de leden meegenomen. En hebben in Brazilië zelf muggen geïnfecteerd. Die op hun beurt het virus weer gingen doorgeven. En dat is nu waar we alle ellende vandaan zien komen. Met name vanuit hier. Goed. Dat transport van mensen en bloed met ziekteverwekkers is één kant van de zaak. Het transport van beestjes die de ziekte zelf kunnen overdragen is de andere kant van de zaak. En als we nu kijken naar dit verhaal, het verhaal van het transport van autobanden, vliegtuigbanden, tractorbanden, dan spelen wij daar als Nederland ook een belangrijke rol in. Er zijn in Nederland meer dan 30 bedrijven die dit soort banden importeren, ook vanuit de tropen. En u moet zich voorstellen dat als je zo'n bandenkerkhof hebt in Korea, ik noem maar iets, het regent in Korea, dan krijg je dus stilstaand water in die banden. En in die banden, daar komen die muggen en die kunnen daar eitjes in afzetten. En als zo'n band dan uitdroogt, dan blijven die eitjes in die band achter en die kunnen overleven in gedroogde vorm. Die banden die gaan dan de container in, die worden dan vervoerd en die komen een week of drie later aan in Rotterdam. Gaan dan van de boot af, komen dan bij een bedrijf buiten te liggen. Het regent in Nederland, water komt bij die eitjes, eitjes komen uit en in één keer heb je dus een tropische mug rondvliegen in Nederland. Dat verhaal dat is al aan het plaatsvinden sinds 2005, dat wij met regelmaat Aziatische tijgermuggen importeren in Nederland. En daar zit natuurlijk een potentieel gevaar. Kan het ook misgaan. Er zijn studies naar gedaan, ook het RIVM zelf heeft een studie gedaan en heeft aangetoond dat deze doorgaans tropische mug ook zou kunnen overleven. In Nederland en ook ze kunnen overleven in het ijsstadium tijdens strenge winters. Dus we moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we dit beest buiten de deur houden. Dit is één importroute. De tweede importroute is de geluksbamboeplant. Die komt uit het zuiden van China. En daar zijn wij als Nederland zeg maar, de grote doorvoerhaven van dit product naar de rest van Europa. Dus wij importeren kleine stekjes. Stekjes komen met de container vanuit Zuid-China en komen die aan in Rotterdam. En gaan dan in het Westland naar de opkweekbedrijven waar ze gekweekt worden tot ze zo groot zijn. En daar distribueren wij door de rest van Europa die plant naar die. Dat betekent dat wij ook al sinds 2005 weten dat we jaarlijks import hebben van Aziatische tijgermuggen in de kassen. In het Westland. En dat was altijd eerst maar het verhaal van, nou we hoeven ons niet zoveel zorgen te maken. Want dat is in de kassen, dat is een afgesloten omgeving, valt wel mee. Maar inmiddels hebben we dus ook met de bandenimport, halen we die muggen ook binnen. En niet alleen die Aziatische tijgermug, maar ook die gele koortsmug waar we het al over hadden. De Japanse bosmug en de Amerikaanse rotspoelmug. Dat zijn allemaal exoten die niet in Nederland voorkomen, die we dus al hebben binnengehaald. Als ik even kijk naar die verspreiding van die Aziatische tijgermug. En dat is dan om in deze week van de invasieve exoten, om daarin te blijven, dat thema. Een van de meest invasieve soorten die we kennen. Hij staat op 1, hè? Toch? Hij staat op 1. Ja. Hij staat er mee. Waar komt dat nou? Dit is het oorspronkelijke verspreidingsgebied van die Aziatische tijgermug. En die is voor het eerst terechtgekomen in Los Angeles in 1972, na de Vietnamoorlog. Toen ging dat materiaal terug vanuit Vietnam naar de Verenigde Staten. En zo kwam dat beest daar in één keer, in ijsstadium kwam dat aan. Daarna in 1979 in Albanië hebben we een uitbraak gehad vanuit banden die uit China kwamen. 1983 in Memphis op een begraafplaats. Worden tijgermuggen aangetroffen voor het eerst en daarna in Houston, in Texas in 1985. En deze uitbraak was zo groot dat men hem niet meer onder controle kreeg. En vanuit daar, vanuit Houston, is dat beest gaan verspreiden door het grootste deel van de Verenigde Staten. 1990 in Genua, daarna kort daarna in Padua en dat was eigenlijk het begin van de uitbraak in Europa. Nu, ik zal het zo laten zien in een kaartje, zit de Aziatische tijgermug eigenlijk door heel Italië al heen. En daarna ging het snel. In Afrika, in het Caribisch gebied,
in Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, achter elkaar door, kwam het beest op allerlei plekken aan. En we kregen ook nog meer uitbraken in Europa. Een zeer invasieve soort mug. Nou, hier zie je hem dan, dat is die Aziatische tijgermug. En hier het rijtje van ziekten die dat beest kan overdragen, waaronder Zika. Maar in totaal zijn er meer dan 26 verschillende virusziekten die dit beest kan overdragen. Dus je wilt die uiteraard niet hebben rondvliegen in je land. Dan heb je een probleem. Goed, die transmissie, hoe gaat dat nou? Eigenlijk is het een persoon die besmet is met een virus. Als die infectieus is, als die zijn virus kan doorgeven aan muggen, raakt die mug geïnfecteerd en dan na verloop van tijd komt het virus terecht in de speekselklieren van de mug, waardoor als die de volgende persoon bijt, dan ook die persoon het virus kan krijgen. Dus het is eigenlijk van de ene persoon door de mug naar de volgende persoon. Dat noemen we horizontale transmissie. Het gaat horizontaal door de populatie heen. Er zijn echter ook ziekten die niet alleen horizontaal gaan, maar ook verticaal. En verticaal betekent zoveel als dat de moedermug kan aan al haar eitjes, aan al haar nageslacht, kan ze het virus doorgeven. Dus ze besmet haar eigen eieren. Dat betekent als die eieren terechtkomen in een autoband, dan wordt die autoband over de wereld vervoerd. Dan krijg je niet alleen de exotische mug binnen, maar meteen ook de ziekte die mensen ziek kan maken. Dat is nog niet gebeurd in Nederland, maar is ook weer een potentieel risico. Voorbeelden. Twee hele mooie voorbeelden uit de recente geschiedenis. De eerste begint in Kenia, voor de kust, klein eiland, Lamu, prachtig mooi eiland. Een uitbraak van het chikungunya-virus. Een virus wat mensen ziek maakt. Chikungunya betekent letterlijk in elkaar gekroppen. Mensen krijgen enorme gewrichtspijnen. Mensen kunnen bijna geen buitenlicht meer verdragen. Dat virus dat ontsnapt vanuit Lamu, vanuit het eiland, komt terecht in de Comoren. En vanuit daar komt het terecht op La Réunion. Dat is Frans golfgebied, klein eiland. Daar wonen 750.000 mensen. En een derde van de bevolking raakt daar geïnfecteerd met dat virus. Waarom komt dat nou? Dat is weer opnieuw hetzelfde verhaal. Dat virus onderging tussen de Comoren en La Réunion een mutatie. Waardoor het virus beter kan overleven in de mug en beter kan overleven in de mens. Vanuit La Réunion, waar maar liefst 800 soldaten van het Franse leger naartoe werden gestuurd om te spuiten. Die hebben letterlijk het hele eiland platgespoten. Vanuit La Réunion reisde er iemand naar India. Kwam aan in India, infecteerde Indiase muggen en daarna zijn er in India 1,3 miljoen mensen geïnfecteerd geraakt met het chikungunya virus. Dus wat begon op een klein eilandje voor de kust van Kenia, raakte binnen een paar jaar 1,3 miljoen mensen aan in India. En toen gebeurde het, vanuit Kerala en het zuiden van India, reisde er één persoon met vliegtuig, reisde naar Italië toe. En dit is dus 2007, komt aan in Italië. En infecteert daar lokale muggen met het virus dat hij bij zich had. En in een tijdsbestek van 3 weken raken er 200 mensen in Italië besmet met het chikungunya-virus. Dus wat begon in Kenia, eindigde in Noordoost-Italië. We hebben dus een situatie hier waarbij je een Afrikaans virus hebt, een Aziatische mug, en die komen elkaar tegen in Europa en die veroorzaken een epidemie. 200 mensen geïnfecteerd, 1 persoon overleden. Dat is dus die nieuwe wereld waar we het over hebben. Nieuwe ziekten die op ons afkomen, overgedragen door nieuwe beesten die op ons afkomen en die dan hier gezondheidsproblemen veroorzaken. Het tweede voorbeeld is recent, uit 2012, waarbij één persoon uit Venezuela reist naar het eiland Madeira, dat hoort bij Portugal, komt daar aan en heeft het knokkelpolsvirus onder de leden, is geïnfecteerd daarmee, komt aan in Madeira, infecteert lokale muggen, die op hun beurt weer 2200 mensen op het eiland hebben. Weer binnen Europa. Vanuit die landen, vanuit Madeira, gaan er een aantal mensen terug naar onder andere Finland, Engeland, Duitsland, België, met het virus onder de leden. Als wij op dat moment diezelfde mug hier hadden rondvliegen, was er ook hier lokale overdracht geweest. Gelukkig is dat niet gebeurd, maar het geeft aan. Wat begint in één persoon, raakt hier 2200 mensen. Dat is geen hypothetisch geval, dat is gewoon geschiedenis, dat is gewoon gebeurd. Dat is die globalisering van die ziekte waar we het over hebben. Een Afrikaanse mug, een Afrikaans virus komen elkaar tegen in Europa, in dit geval Madeira, en veroorzaken problemen. Dat komt ook omdat niemand op zo'n eiland heeft ook maar enige vorm van immuniteit tegen dit soort ziekten. Als wij ieder jaar een virus binnenkrijgen, zoals een griepvirus, dan heb je daar al gedeeltelijke immuniteit tegen opgebouwd. Je krijgt wel een jaarlijkse virusshot als je die wilt hebben, omdat het virus ieder jaar ook weer muteert. Maar we zijn doorgaans al redelijk goed beschermd tegen zo'n griepvirus.
hier heb je virussen die binnenkomen waar helemaal geen immuniteit tegen bestaat. Goed, even terug naar Europa dan. Waar komen die beesten voor in Europa? Dan hebben we het hier over die Aziatische tijgermug. Dat is eigenlijk alles wat groen is, daar wordt gemonitord. Maar wordt die nog niet, of is die nog niet aangetroffen? Geel, dat zijn de gebieden waar die tijgermug is aangetroffen, maar waar die nog niet zich gevestigd heeft. En dan zie je dus ook alle uitbraken in Nederland. Dat zijn alle gele vlekken hier. En dan rood is eigenlijk waar we de strijd al verloren hebben. Waar ze gewoon nu rondvliegen en waar we ze ook nooit meer weg zullen krijgen. En dat begon dus hier in 1990 in Genua op één plek in een kinderspeelplaats. Waar autobanden werden neergegooid van kinderen om mee te spelen. Dat is de oorzaak van het hele probleem wat we nu weer zien. En dan snap je ook meteen waar ik naartoe wil als we praten over Zika, het Zika-virus in Zuid-Amerika. En nu, dus het voorkomen van die tijgermug in grote delen van Zuid-Europa. Ja, dan is het eigenlijk, gezien de voorbeelden dat ik net gaf, is het wachten tot hetzelfde verhaal zich gaat afspelen, maar nu met Zika. En daar zijn er een hele hoop mensen die zeggen, oh, dat is allemaal ver overdreven en de kans dat het gebeurt is allemaal heel klein en die knols die maakt iedereen maar bang en dit en dat. Tot nog toe is eigenlijk alles wat we voorspeld hebben, dat komt ook daadwerkelijk uit. Is het te voorkomen? Is het te voorkomen? Ja. Dan gaan we zo meteen op in. Dat is vooruit mijn verhaal. Eigenlijk is dit dus niet meer te voorkomen. Laten we dat even vooropstellen. Dit gaat ongelooflijk veel geld kosten als je dit probleem onder controle zou willen krijgen. Is bijna niet meer te doen. Echter, in het verleden waren we daar veel beter in. En daar ga ik zo meteen eens over vertellen. Waarom is dit beest? Waarom is het zo'n belangrijk beest? Dat is eigenlijk vanwege drie redenen. Eén, het is een antropofiele soort. Anthropos mens, viel houden van. Dus het houdt van mensenbloed. Dat betekent zoveel als die mug op zoek gaat naar bloed, die bijt eerst meneer en daarna mevrouw en daarna mevrouw en daarna meneer. Die gaat niet eerst naar meneer en daarna naar een hond en naar een koe en naar een kip. Dus dat betekent dat hij altijd van mens naar mens naar mens gaat. En dat betekent dus dat de overdracht van virussen daardoor heel efficiënt is. Ja? Hij bijt overdag, dus een klamboetje s'nachts onder een klamboetje slapen is eigenlijk niet aan de orde. Wat we voor malaria wel doen, want die muggen die bijten s'nachts. Hier zit je dus gewoon je bakje koffie op het terrasje te drinken en je wordt gebeten en dan krijg je de virus. Dus dat is een heel ander verhaal. En dit beest houdt ervan om in en rondom huizen te verblijven, te wonen. Ja, dus als ik in het midden in het oerwoud, in het Amazonegebied, als ik op zoek ga naar dit beest, vind ik het niet. Als er geen mensen wonen. Maar zodra je dichtbevolkte buurt hebt, verstedelijke omgeving, dan doet hij het daar gewoon perfect. Dus hij is perfect aangepast aan onze urbane omgeving. Nou, waar vind ik hem dan? Ik vind hem dan rondom het huis, hè, bijvoorbeeld in die kruiwagen achter een schuur met water, of die autoband, glas, plastic, eigenlijk alles wat naar een container is, alles wat naar water kan vasthouden, daar vind je die mug in terug. En dat betekent dus, alle troep en rotzooi die wij hebben rondslingeren, zijn dus allemaal potentiële broedplaatsen. Ik praat tegenwoordig over de plastic soep. De plastic soep was net weer in het nieuws, dat we die proberen op te ruimen. Maar we hebben niet alleen de plastic soep in het oceaan, we hebben ook een plastic soep op het land. We hebben zoveel plastic rotzwerven op het land, wat allemaal die problemen veroorzaakt met die muggen. Dat als we alleen al dat zouden opruimen, zou je voor een groot deel van die problemen af kunnen zijn. Puur broedplaatsen. En dat hebben we in het verleden erg goed gedaan. Dit is een kaartje van het voorkomen van die gele koortsmug, en diezelfde mug. In 1947 kwam die voor in alle rode gebieden. En toen kwam er een meneer, en die meneer heet Fred Sommer, een Amerikaanse epidemioloog. En die ging heel heftig te werk. Die gingen letterlijk van deur naar deur naar deur en overal werden broedplaatsen weer opgeruimd. Deed je dat niet, kreeg je een bekeur dat je de politie heen kon komen. Dus het was een heel streng regime om het probleem af te komen. En het werkte ongelooflijk goed. In een tijdsbestek van nog geen 16 jaar, ging naar de ene plek naar de andere plek, beginnend in Brazilië, kwam van die mug af. Door op een militaristische manier eigenlijk het probleem aan te pakken. En aan het einde van die periode, praten we rond 1965, zat die mug eigenlijk alleen nog maar in het noorden van Zuid-Amerika. Dat was alles waar hij naar voren kwam. De rest was die overal, over een gebied van 11 miljoen vierkante kilometer, was die uitgegroeid. Suriname niet toen. Dat betekent, het Zika-probleem zit nu vandaag gewoon met name hier, in Brazilië, Colombia. In 1965 was het beest, wat allemaal die ellende veroorzaakt, was daar uitgeroeid. Er vloog geen mug meer rond die dit probleem kon overgroeien.
Echter, er is een belangrijke verandering die plaats heeft gevonden na 1965. Dit was het plaatje van 1947, 1965 en nu het plaatje van het jaar 2000. Dat is dit. Dus we hebben de strijd in eerste instantie gewonnen en heel goed gewonnen. En daarna hebben we de strijd totaal verloren. En de vraag is natuurlijk, wat is er nou veranderd? Wat is er gebeurd? En eigenlijk het belangrijkste verschil van voor 1970 en na 1970 is dat voor 1970 hadden we gewoon een leger. Een leger van mensen die ervoor zorgden dat dit probleem onder controle bleef. Overheidsgestuurd, er waren overheidsfinanciën die werden ingezet. En na 1970 was het meer van, ik kom een volletje deur bij deur, kom ik dat volletje uitdelen. Van meneer, mevrouw, u moet zelf uw broedplaats opruimen. En ik ging naar de scholen en ik gaf de kinderen een les over die mug en zei, als je naar huis gaat moet je tegen papa en mama vertellen dat ze die mug moeten opruimen. Het resultaat daarvan zien we vandaag de dag. Het resultaat is nu de confrontatie met Zika op gigantische schaal, omdat we dit opgegeven hebben en vervangen hebben door helaas. Dat betekent ook dat we nu op dit moment aangewezen zijn op hele rigoureuze methoden om te proberen het probleem onder controle te krijgen. Bijvoorbeeld bij het Olympisch dorp, daar doet men op dit moment dit spuiten. Dat gebeurt weliswaar met insecticiden die niet al te kwaadaardig zijn, maar wel veel piretroïden, maar wel veel resistentie tegen is bij de burger. Dus het is ook een beetje window dressing wat die Brazilianen doen. Ze rijden door de straten, ze spuiten overal, maar de echte impact daarvan, dat is nog de vraag. Wat gaan we er tegen doen? Even op die vraag terugkomen, wat kun je nou eigenlijk doen? We zitten met een probleem, we hebben geen medicijn, we hebben geen vaccin. En we hebben die bug die daar rondspringt. Wat doen we? Op dit moment, Obama ook, stopt dan meteen $700 miljoen in het ontwikkelen van een vaccin. Dus dat is geld dat gaat naar de farmaceutische industrie. Van jongens, lever mij zo snel mogelijk een vaccin. En dat is natuurlijk prima, en het is hartstikke mooi als we een vaccin hebben, maar die mug die blijft nog steeds rondvliegen. En die mug die draagt inmiddels knokkelkoorts, chikungunya, nu Zika, en straks dan komt er gewoon weer het volgende virus bij, uit Afrika of waar dan ook, en dan kun je weer van voren aan beginnen. Dus mijn argumentatie is, beste meneer Obama, het is leuk dat je veel geld geeft voor vaccinontwikkeling, maar wanneer gaan we dan de stap nemen om die mug weer aan te pakken en uit te roeien? Want straks dan brengt hij gewoon, draagt hij het volgende virus op. Op dit moment hebben we dus niks, en het enige wat je kunt doen is voorkomen dat je überhaupt beter wordt. Voorkomen dat je besmet raakt. Nou, op dit moment is het advies, ook in Nederland, afgegeven door het RIVM, reis niet, als je zwanger bent of zwanger wilt worden, naar een gebied waar Zika heerst. Nou, dat zijn op dit moment meer dan 60 landen. Dus veel succes met het uitzoeken van je vakantie als je zwanger wilt worden. Kijk, of buiten de stad blijven, toch? Of in gebieden zitten waar gewoon niemand anders woont. Gewoon helemaal tracken waar niemand... Ja, dat kan. Maar dit is natuurlijk dramatisch. En mijn mailbox, dat kan ik je vertellen, mijn mailbox is gewoon over mailtjes voor vrouwen die zijn 2 maanden zwanger, 3 maanden zwanger en die zeggen ik ga naar Costa Rica, kan ik nog wel gaan. Ik ga naar Nicaragua, ik ga naar de Azoren. Van alle gebieden krijg ik ze. En ik mag natuurlijk geen advies afgeven, want ik ben geen medicus, ik ben een beetje metoloog. Dus ik ben vrij snel, kan ik me daar onderuit kletsen, want dat is natuurlijk heel lastig. Maar dan ga je nou zeggen van nou, ik zou maar niet naar Rome gaan, want daar vliegen heel veel tijgermuggen rond. En misschien komt er net iemand terug met het Zika-virus en ben jij nou net degene die gebeten wordt. Dus een enorm lastige materie. Mannen die naar gebieden gaan waar Zika heerst, moeten eigenlijk, dat is nu een advies, moeten minimaal 2 maanden nadat ze terugkomen beschermde seks hebben. Inclusief je eigen partner, zeg ik altijd bij. Ja, dus men moet gewoon nu aan het condoom. Dat is een totaal nieuwe wereld. Het is, en dat vind ik dus enorm fascinerend ook. Want het is zelfs zo dat in deze hele Zika materie, er is zelfs de paus die heeft zich tegenaan bemoeid. En die heeft nu voor het eerst heeft het Vaticaan een uitzondering gemaakt en gezegd, nou misschien moeten we contraceptie toch maar toestaan. Omdat het probleem met die kinderen met die kleine hoofdjes is zo dramatisch, dat misschien moeten we toch maar condoom gebruiken. Ik vind dat fenomenaal. Ik vind dat ontzettend mooi. Dat een zo'n klein beestje zelfs het hele Vaticaan op zijn kop moet krijgen. En daar verander je het mee. Dat is heel mooi. Goed. Ik heb al een hele hoop ongeruste mannen gehad. Ook die naar mij toe kwamen en zeiden, ja, mijn baas stuurt mij morgen naar Suriname. En dan? Ik zeg, ja, en dan?
Dus twee maanden na terugkomst, mag je daar een risico nemen. Er zijn ook al sporters die naar de Olympische Spelen gaan, ik weet van minimaal drie, die hun sperma hebben laten invriezen. Voor het geval dat. Dus een klein mugje zorgt ervoor dat atleten, topatleten, hun sperma laten invriezen. Voor het geval als ze terugkomen en een vrouw wat zwanger wordt, dat ze in ieder geval zaad zonder ziekenhuisvirus. Daar wordt nu van gezegd dat dat voldoende lang is om te zorgen dat je dan het virus af bent. Maar alles verandert. Alles verandert met de dag. Er is al virus aangetroffen in speeksel. Blijft 30 dagen levensvatbaar. We weten nog niet of daardoor tongzoenen of dat ook een mogelijkheid is voor overdracht van het virus. Dat is nog onbekend. We weten dat in het sperma bij minimaal één persoon dat het 60 dagen na besmetting het virus nog levensvatbaar was in het sperma. Dus eigenlijk is het zo dat we leren op dit moment, en eigenlijk alles wat we leren is niet leuk. Er is net een paar dagen geleden een studie uitgekomen die heeft laten zien dat bij volwassenen er heel veel oogaandoeningen komen nu tegen volgende kort ziekenhuis. We dachten eerst, nou, het is alleen zwangere vrouwen en kindjes, maar nu zien we ook bij volwassenen steeds meer complicaties optreden. Dus bescherm jezelf. Je zult moeten smeren. We hebben eigenlijk op dit moment weinig tot niks anders. En dat doe je dan met goede middelen zoals DEET, picaridine, eucalyptusolie en IR-3535. Dat zijn eigenlijk de enige middelen die goed zijn. Let op dat als je gaat reizen, er is een hele hoop troep in de omloop. Ook hier in Nederland. Je kunt ook hier in Nederland van die polsbandjes kopen met citronellaolie. Werkt voor geen meter. Je kunt ook in Nederland van die apparaatjes kopen die je aan je riem hangt. Met een hoogfrequent geluid om de muggen zogenaamd op afstand te houden. Ze werken totaal niet. Je kunt appjes kopen voor op de telefoon met hoogfrequent geluid. Geef er geen geld aan uit, want je gooit je geld gewoon weg. Werkt allemaal niet. Dit zijn de enige dingen die we hebben. Eventueel geïmpregneerde kleding kun je bij de betere buitensportzaken kun je die krijgen. En eventueel geïmpregneerde klamboek voor 's nachts. Want ze bijten ook overdag. Goed, ik denk dat we dan tijd gaan hebben voor wat vragen. En ik kondig deze voor het eerst aan. Vandaag, die komt uit in november. Mijn tweede boek. En dat gaat over al deze boeken. Dus, wie heeft de vraag? Dat was jouw oorspronkelijke gast die je had staan. Die komt voor bij apen. Ja. Dus het is een zoonose. Zo noemen we dat dan. Een ziekte die voorkomt bij dieren die er zelf niet ziek van worden, maar wij dan wel ziek van worden. Dus in 1947, hoog in dat regenwoud daar in Oeganda, daar deden ze experimenten met aapjes, die werden in kooien daar geplaatst, op verschillende hoogte om te zien wat voor virussen daar rond waren. En dan was er een rhesusaap die daar geïnfecteerd raakte met het ziekenhuis. Daar heeft men het uit geïsoleerd. Ja. En de dag na, toen vingen ze muggen, en toen werd ook al meteen het virus teruggevonden in die muggen. En dus eigenlijk weet het al wel heel lang, bijna 17 jaar. Als een DNA vanzelf muteert, kunnen wij dan even niet terug muteren? Kunnen wij niet aan iets aan mutatie doen, DNA uitvallen? Ja, er zijn allerlei methodieken in ontwikkeling. Om te kijken hoe wij met moleculaire technieken deze zowel het virus als de bug te lijf kunnen gaan. Bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde buggen. Daar heb je veel over in de krant gelezen. Een hele hype over ontstaan zelfs. Het punt is een beetje, genetisch gemodificeerde buggen blijft net als genetisch gemodificeerde planten, blijft altijd ethisch een heet hangijzer. Ik geef je een voorbeeld. Ja, ze muteren zelf. Maar wat je dus doet met genetische modificatie, ben je eigenlijk de natuurlijke mutatie, ben je voor. Jij gaat de mutatie induceren, je gaat zelf knutselen. Nou ja, er zijn gebieden waar al genetisch gemodificeerde muggen worden losgelaten, waaronder Brazilië. Maar bijvoorbeeld in het zuiden van Florida, daar is er een hele heftige oppositie gekomen van de bevolking. Die zegt van, doe maar in je eigen achtertuin Engeland, want het is een Engels bedrijf, maar niet bij ons. Van mensen die zijn gewoon heel radicaal tegen genetische modificatie. Die genetische modificatie bij die mug, waar bijzonder uit, vloedbaar, zorgt dat er geen
waar na komt. Ja, eigenlijk die genetische modificatie die er gebouwd is in die Aziatische tijgermug is niks meer dan wat we noemen een afgeleide van de steriele mannetjestechniek. Wat je gaat doen is je gaat mannetjes steriliseren. En die mannetjes die laat je los in de natuur, die zoeken wilde vrouwtjes, die paren met wilde vrouwtjes en die leveren dan genetisch materiaal door, waardoor de nakomelingen van dat vrouwtje niet meer zich goed kunnen ontwikkelen. En dat is gekoppeld aan de aanwezigheid van een antibioticum. Dus als jij in je laboratorium kweekt in die muggen en de aanwezigheid van tetracycline, van een antibioticum, komen alle muggen uit, mannetjes en vrouwtjes. Laat je dan de mannetjes los en die paren met wilde vrouwtjes en er is geen tetracycline in het water, buiten de broedplaats. Daar gaat alle naakslang dood. Zo is het nu in elkaar gesteld. Hoe herken ik een tijgermug? Tijgermug die herken. Goede vraag. Ja. Hangt er hier eentje? Ik krijg, die zit aan de grote kant. heel veel. Ja, hier zie je hem. Dit is dus een tijgermug. Je kunt hem eruit halen hoor. Maar normaal is die dus heel klein. Juist, hij is kleiner dan de meeste. Hij is kleiner dan de gewone. Ja, hij is heel klein. En hij is heel vaal gitzwart. Hij is heel donker. Maar de witte streepjes op de pootjes, die kun je ook met het blote oog, als je goed kijkt, kun je die wel herkennen. Maar het is met name een hele kleine mug en het is een mug die overdag bijt. Dat is een hele belangrijke parameter. Dus als je iets om je heen hebt overdag en het is heel agressief om te proberen om jou te bijten, zou het een tijgermug kunnen zijn. Maar ik krijg de meest ongelofelijke foto's op het van mensen van beesten die helemaal geen muggen zijn. Ze slaan van alles nog wat dood, maken dan foto's en dat sturen ze dan naar je op. Ze zeggen, we hebben tijgermuggen. De naam is ook verkeerd. Ja, tijger is... Ja, maar het is een heel klein beestje. Hij is echt heel klein. Maar er is een app. Ja. Er is een app. De geerkaartjes. En die app die kun je downloaden. Ja. Die kun je op je telefoon zetten. En als je nou een mug vindt, dan zit daar een soort, hoe noem je dan, key? Sleutel. Ja. Om hoe je dan die mug kunt identificeren. Dus een van de eerste vragen is het een bruine mug, een linkerbruine mug, maar is het echt een gitzwarte mug? En alles wat bruin is, onze Nederlandse huistuin en keukenmug, dat valt allemaal af. Dus de meeste mensen die denken altijd dat het een tijgermug is, terwijl het ook een tijgermug is. De app heet Tijgermug Alert. Oké. Okay. Maar wat heb je dan gedaan? Jij zegt giet. Dit is bloed. Ja. Zo ziet het eruit als helemaal vol is. Oké. En hier zit dus na een dag of 3-4 zit hier tussen de 80 en de 140 eieren. Dus in één bloem altijd kan zo'n beestje 80 of 140 nakomelingen krijgen. Dus die eieren worden dan gelegd. En zodra ze die eieren gelegd heeft, gaat ze weer op zoek naar een volgende persoon. Neemt het bloed. En dan een paar dagen later weet ik zo overal. Niet één keer eieren dood? Nee, niet één keer eieren dood, maar dat gaat haar hele leven door. Dus onder ideale omstandigheden, tropen, hoge luchtvochtigheid, hoge temperatuur, water aanwezig, mensen aanwezig, dan kan zo'n beestje in haar leven zo een 800 tot 1000 nakomelingen. Dat zijn er veel. 3 jaar geleden was ik in Paraguay en daar zaten ze. Bleek later, maar toen waren het kleine zwarte kutmuggen en dat er altijd rond je heen. Als je enkels beschermt, dan denk ik dat je al... Ben je al heel ver. Sterker nog, als je je enkels beschermt en je gebruikt een goed afwerend middel en je brengt het hier aan, kan het trouwens ook op je kleding, op je schoenen, of niet altijd op de huid te zijn. Date, met name bij kinderen. Dan date wil je liever niet op kinderen gebruiken, maar kun je wel op kleding gaan brengen. Ben je ook. Het belangrijke is dat als ik hier zo zit, door mijn lichaamswarmte creëer ik een convectiestroom langs mijn lichaam door. Dus alles wat hier beneden zit, daardoor ruik je je voeten af en toe ook. Dat gaat naar boven toe. Dus dat betekent als ik deet aanbreng hier, krijg ik toch dat deet ook langs mijn lichaam en ben ik deeltelijk beschermd. Dus om het hier aan te brengen is een hele duur om te starten. Maar als jij naar een gebied gaat waar Zika heerst, raad ik aan alle onbedekte delen smeren. Ja. De hele dag door. Maar, dus, het moet ook geweest zijn dat ik het later beseft. Ja. Maar inderdaad, ik had inderdaad het idee, tijgermug is juist groot. Ik stel hem iets groots voor en was later ook achter voor die toch nog zeggen. Niet klein. Ja, klein beetje. En agressief. We hadden net over schitteren, maar ik zit er even van. Wat in 147 zo goed heeft gewerkt, hè?
Ja. Maar in plaats van risico's breken, zoeken we adviseringen door schippers. Nou, ik begin hier ook een adviseringen functie hebben. Schippers. Oh, schippers. Nou, schippers en ik denk die meneer die daar staat, wij zijn niet grote vrienden van elkaar. Maar als ik maar goed vrienden zijn, dan kan ik het gewoon aan haar leggen, zonder dat. Ja, en dat is ook gebeurd. Dus allemaal die wetenschappelijke artikelen, allemaal dit, ja. Dat doet heel weinig in Den Haag. Waarom? Den Haag weet namelijk dat niemand, jullie lezen dit niet. Dus dat is weinig in de hand. Maar op het moment dat boek uitkwam, en in één keer ligt dat boek hier in de boekhandel, ja. En begint de doorsnee in Nederland op te lezen, in één keer werden de Kamervragen gesteld. Ja. Dus het is heel, heel raar. Blijkbaar kun je met dit kun je meer beweging krijgen in de politiek, in ieder geval, dan met een serieus wetenschappelijk artikel. Met Q-codes. Q-codes is precies hetzelfde verhaal. Is iets waar wij, nou, dat is bijna niet te geloven, hoe we dat hebben aangepakt in Nederland. Het hele punt is, in Nederland is het zo dat publieke gezondheid staat op tweede plek. Handel staat op nummer 1. Klaar. Dus als wij een probleem hebben met publieke gezondheid, dan is die overheid veel terughoudender dan dat we een probleem hebben met handel. Bijvoorbeeld, vogelgriep, zodra een vogelgriep uitbreekt bij een bedrijf, zit er meteen bovenop, dan liggen zulke fraaie boeken voor klaar. Waarom? Men is bang dat de grenzen worden gesloten, dat we geen export meer hebben van vlees. Ja, dus daar wordt alles aan gedaan om dat te voorkomen. Mond en klauwen zijn precies hetzelfde verhaal. Maar zodra, er zijn meer dan zonder, maar zodra we het hebben over publieke gezondheid en de problematiek van het West Nile virus wat rondwaart in Zuid-Europa en prima kan worden overgedragen door onze Nederlandse huistuin en keukenmug, dat we daar iets aan moeten doen. Dat er geld voor moet worden vrijgemaakt door het orkest. Waarom? Heel simpel, voor een politicus gaan te investeren in iets wat preventie is, daar win je heel weinig stemmen mee. Dus je kunt namelijk niet zeggen, ik heb voorkomen dat. Dus jullie moeten op mij stemmen, want ik heb voorkomen dat. Dat scoort niet. Het scoort pas als je een probleem oplost. Dus wat doen ze? Ze wachten eerst dat het probleem er is. Maar zoals je gezien hebt met Italië en allerlei andere plekken, op het moment dat we dit probleem hebben, komen er bijna niet meer vanaf. Dat is waar. Goed. Dat is niet goed. Vraag iets. Later ingesteld, maar waar komt de zaken morgen in Nederland voor? Gelukkig op dit moment nergens. Althans, niet gevestigd. Maar hij komt wel ieder jaar, hebben we lokale uitbraak. En daar zit een stuk van de problematiek. Want er zijn iets van 35 verschillende bedrijven die banden importeren. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die doen de inspecties op die bedrijven. Die hebben er ook valsystemen staan om te kijken of daar uitbraken zijn. Punt is, zij zijn niet met voldoende mankracht om allemaal die bedrijven in de zomermaanden continu te monitoren. Dus het gebeurt steekproefsgewijs. En dat betekent dus dat je in principe het risico loopt dat je het bedrijf mist. En dan kan het zich daar gaan groter worden. En dan krijg je de situatie wat we hadden bij Lelystad, waar we dus de Japanse bosmug in 2014 de strijd verloren. Dus dat beest vliegt daar nu rond in de volkstuintjes, de mensen achter in de tuin. En die Japanse bosmug, daar werd van gezegd van ja, we hoeven ons niet zoveel zorgen over te maken, want die kan geen ziekte overdragen. En helaas is afgelopen jaar aangetoond dat die 3 verschillende virussen kunnen overdragen. Dus we hebben wel degelijk. Dus in mijn optiek zou het ook zo moeten zijn dat we zo snel mogelijk moeten testen of de Japanse bosmug die in de Lelystad rondvliegt, of die het Zika-virus kan worden. Het zou in mijn optiek moeten gebeuren. Better safe than sorry. Het moet continu better safe than sorry zijn. En dat gebeurt niet. Dat ja, ik vroeg me af, als een land er wel voor kiest om echt tot zo'n grote operatie over te gaan, en bij iedereen in de achtertuin te kijken of er niet ergens water stilstaat, dat er muggen kunnen komen, of daar misschien ook risico's aan kleven met dat je dan uiteindelijk ook soorten uitroeit die je gewoon nodig hebt voor je biodiversiteit. Ik zat te wachten op de vraag. En daar is die. Het punt is een beetje, die mug die op dit moment Zika overgedragen moet zijn Amerika, die wat is uitgegroeid geweest over elk territorium. Dat is een mug die zal hierin broeden. Als hier regenwater in komt te staan, dan broedt hier. Als ik dan aan jou vraag, wat is de biodiversiteit in dat beetje regenwater dat hierin staat, dat is verrekte laag. Er zitten wat micro-organismen in, maar zeker geen vissen of amfibieën of allerlei andere waterorganismen. Het punt is dus, die mug die problemen veroorzaakt, is een typische wat we noemen containerbroeder.
Dus hij broedt niet in grote open plassen water aan de grond, maar hij broedt in artificiële containers, in plastics. Ja. En daar is doorgaans die biodiversiteit heel laag. Dat is één. Twee, het is, en we praten over de week van de invasieve soorten, het is een invasieve soort. Dit beest komt oorspronkelijk niet voor in het westelijk halfrond. Ja. Dus ik heb zoiets, als hij geen onderdeel is van de natuurlijke flora en fauna, de natuurlijke biodiversiteit daar, en zoveel ellende veroorzaakt, waarom haal je hem er niet eruit? Net zoals het voorheen gebeurd is. En dan komt het derde punt, want dat zeggen mensen dan ook altijd van ja, maar je moet niet al die muggen weghalen, want die muggen dienen ook het voedsel voor zwaluwen en vleermuizen. Het zijn altijd de twee die terugkomen. Het antwoord daarop is ook vrij simpel. Er is aangetoond dat zowel bij zwaluwen als bij vleermuizen het aandeel in het dieet van die beesten voor wat betreft muggen minder dan 5% is. Dus als je die mug eruit haalt, dan vliegen er nog steeds genoeg motten en allerlei andere zaken rond waar die vleermuizen en die zwaluwen van kunnen leven. Dus ik maak me ook wat dat betreft weinig zorgen. Dat zijn de muggen in totaal. Alle muggen bij elkaar. Die maken maximaal 5% uit van het vleermuizen. Correct. Correct. Dus dat is maar een heel klein aandeel. Je zou een probleem in je voedselketen kunnen krijgen op het moment dat je een predator hebt, een hogere soort, die exclusief leeft op muggen. He, want als die mug dan weg is, dan heeft dat beest niks meer om te overleven. Het punt is, we kennen niet zo'n beest. We kennen niet een predator die enkel en alleen leeft op volwassen muggen. Ja. Dat verhaal wordt net iets anders als we het hebben over het aquatisch stadium. Dus de mug als larve in het water. Dan zijn er wel ecosystemen waar ook ik van zeg, van, nou, daar moet je voorzichtig mee zijn. Bijvoorbeeld de Everglades in Florida, een moerasgebied. Daar komt de salt marsh mosquito. Die komt daarvoor in zulke grote aantallen dat de biomassa van dat beest in het ecosysteem is zo groot dat als ik die zou gaan uitroeien, verwacht ik wel dat je problemen krijgt met een hele hoop diersoorten, vissen of bieren, waarop, wat afhankelijk is van die larven. Maar ja, dat is dan het natuurgebied. Dus dan laat het beest gewoon lekker daar zitten. Dus ik zit er niet te pleiten voor het uitroeien van alle muggen in de wereld. Maar wel, als het over deze gaat in het westelijk halfrond, dan haal ik hem maar naar buiten. Kunnen geïnfecteerde mensen of dieren het overdragen? Daar hangt het vanaf wat ze dan moeten overdragen. Nou ja, dat virus of wat het dan ook kan zijn. Geïnfecteerd, ja. Dus ik ben geïnfecteerd, dan kan ik het doorgeven aan mijn partner. Dus er is seksuele overdraagbaarheid van ziekte. Oh, alleen seksueel? Niet alleen, ook muggen. Ook? Muggen en seksuele overdraagbaarheid. Nee, als mens, stel dat ik geïnfecteerd ben, draag ik dat over? Hoe kan ik dat overdragen? Via seksueel contact? Via seksueel contact, ja. En dat mogelijk is via speeksel, heb je gezegd. En misschien mogelijk via speeksel. Dus er is aangetoond zowel heteroseksuele overdraagbaarheid als bij de ene van homoseksuele overdraagbaarheid. Dat zit er. Kan het zo zijn dat neergestoken wordt door een mug, dat die mug kan overdragen? Ja, zeker wel. Dus ik zit ergens op een terrasje in Rio de Janeiro, ik word gebeten door die mug, dan kan ik in principe geïnfecteerd raken met het virus. Ik reis daarna terug naar Nederland. En ik kan dan weer het virus doorgeven aan mijn vrouw, seksueel overdragen. En die twee dingen die lopen door elkaar heen. En dus daarom weten we ook niet zo goed van in Zuid-Amerika, ja, wat is nou het meeste? Is het meeste nou overgedragen door muggen of is het nog seksueel? Want ja, die mensen leven in een omgeving waar die muggen opnemen. Dus we weten het niet precies. Zijn ze al in Canada ontdekt? Want ga ik volgende maand heen samen met mijn vriendin. Nee, ze zitten nog goed. Heel noordelijk. Maar je neemt het nu mee daarheen. Ik neem het nu mee daarheen. Okay. Goed. Nog iemand? Eenmaal allemaal. Zo. En tegen het einde van het jaar, dus er zijn drie gevierd, Puerto Ricanen zijn besmet. Maar nu.